No homo, maar ze is stupid dik. Stupid dik. Na de zomervakantie is deze school te vinden in een gloednieuw gebouw, zoals jullie het nu al zien. Maar wij zijn bij het Hyperium Lyceum en mijn naam is Earl en ik ben met... Nina. En jij gaat mij meenemen naar deze school. Ja, zeker. Wat vind jij nou? Waarom is dit de allerleukste school van Amsterdam? Ik vind dat iedereen gewoon goed met elkaar omgaat en je kan veel extra dingen doen en dat vind ik wel fijn. Wij gaan onderzoeken of het Hyperion de Hyperion is. We gaan checken. Let's go. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedendag. Kijk hoe lief. U bent de allergrootste baas van deze school. Nou ja, dat weet ik niet helemaal, maar ik mag wel in deze school heel graag werken. Oké, maar u ziet er zo lief uit. Is dat echt zo? Vind jij dat ook? Ja. Dat is zo. Maar dat betekent dat u vroeger op school sowieso eruit bent gestuurd voor te veel lachen. Ik ben inderdaad ook wel eens eruit gestuurd op school. Ja, dat klopt. Wij gaan proberen een goed eindcijfer te halen voor de school, maar wat denkt u dat uw school zal halen als eindcijfer? Een 9, echt. Een 9! Ben je het daarmee eens? Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Ik vind het geweldig. Het staat daar ook. Hyperion gaat voor goud. Veel druk! Veel druk, maar we gaan het doen. Is goed, nou. Dank u wel. Oké. En we gaan lekker verder. Oké, we zijn weer aangekomen bij de conciërge-test. Ik heb hier een van de tofste conciërges bij mij. En uw naam is? Arnold. Conciërge Arnold. Hij heeft fans. Ik zal het even uitleggen. Elk kistje heeft een bijbehorende sleutelbos met een sleutel die het slotje openmaakt. Maakt u hier deze open, zit er weer een nieuw sleutelbosje en dat gaat zo door tot het eind. En onderaan zit er een foto van een bekende YouTuber. En als u de bekende YouTuber herkent, krijgt u een extra punt. Voordat we beginnen moet u eerst deze nog aandoen. Nou, ik tel af. 3, 2, 1. We beginnen bovenaan. Oké, moedig om aan met allen! Oh, de eerste is open! De eerste is open! Super snel! Oké, we zijn dan bij de tweede! Arnold! Hij gaat reuze snel! Het wordt nog een beetje moeilijk! Kom op nou, we moeten nog een goede kleur uitzoeken. Ja. We zijn met de laatste. Wow. Hij heeft nog even. Wow. Who the fuck is that guy? Hey, we gaan hem openmaken. Wie is dit? Ronnie Flex, dat is Arnold! Dank u wel voor de hulp. Graag gedaan. Hartstikke top. En vond u het moeilijk? Nou, zeker. Beetje trillen, beetje zenuwachtig. Dus nee, dus het ging wel. Laat je horen voor de conciërge! Ze hebben het hartstikke goed gedaan. De conciërge-test zit erop en we gaan lekker verder. De kistjes waren open en zelfs de BN'er werd goed geraden. Maar conciërge Wienzel moest een handje helpen. Een half puntje aftrek. Dus de conciërge-test verdient een 9,5. Op deze school zijn niet alleen de leerlingen super slim, maar moeten de docenten natuurlijk ook super slim zijn. Zijn er ook slimme docenten hier op school? Ja, zeker. Dat boeit mij op dit moment niet. Ik wil de knappe docenten hebben. We hebben een speciale oorkonde voor de knapste docent van deze school. Ik denk dat ik hem even ga bellen gewoon, man. Hey, kom snel met die oorkonde, man. Ik heb die oorkonde nodig. Even snel, man. Dan moet hij nu binnenkomen. En dan hebben wij een oorkonde voor de knapste docent van deze school. En die gaan wij uitreiken aan de allerknapste docent. Wie zou dat zijn? Mirjam. En Mirjam geeft? Frans.
En waarom is zij de knapste? Ja, Française. Arnold. Julia van huiswerkbegeleiding sowieso. Carine wel. Carine. Renske, echt mee eens. Marloes. Michiel Boelen. En welke les geeft hij? Een geschiedenis. Veel mensen vinden Rickert. Allemaal te lelijk, vriend. Ze zijn allemaal even knap. Oeh, Nicky Bon. Nou, weet je, iedereen is mooi op zijn eigen manier, toch? Op zich doen de gymleraren het nog wel goed. Nee. Maar Mirjam blinkt wel uit. Dus ja, ik vind haar wel lekker. Ze zijn allemaal niet heel knap. Renske van Spaans. Nee, Iris van Nederlands. Ja. Pial sowieso, Pial Way. Dat is Iris. No homo, maar ze is stupid tik. Jasper Rijpma of zo. Ze zijn allemaal echt prachtig. Of Rosanne zou ook wel kunnen. Steven is ook stupid tik. Stupid tik. Stupid tik. Zoals de wijze Memphis Depay zei, ik ga deze vraag niet beantwoorden. Allemaal hey. Arnold! Steven is ook stupid tip. Ze zijn allemaal niet heel knap. Ja, dit is toch ongelooflijk? Het is geen professional dit. Hij wil gewoon niet meer. Echt niet te doen. Dat kan niet. Het is ook heel moeilijk, hè? Zoveel namen gehoord. Zelfs ik ben er een beetje dizzy van. We hebben gewoon geen knapste docent. En nu? Ja, ik weet het ook niet. Nou, ik vind wel dat je je een beetje aanstelt, hoor. Ik heb misschien wel 20 namen gehoord. Er is op het Hyperion Lyceum gewoon geen knapste docent te vinden. Een 6 voor de moeite. Nina, ik zie hier alleen maar broodjes en lekkernijen. Wat vind jij het lekkerst in de kantine? Ik haal heel vaak broodje mozzarella en croissantjes. Vind ik ook heel lekker. Mevrouw Willy moet hier zijn. Is even leuk. Oké. Okay. Mijn broodjes testen. Ja, ik heb er wel zin in, want ze zien er hartstikke lekker uit. En wat voor broodje wil je dan? Mozzarella aanbevelen. Ja, dan doen we dat. Ja. Ik heb nog nooit mozzarella gegeten, dus dan moet dat mijn eerste ervaring zijn hier. Heb je echt nog nooit mozzarella gegeten? Nee, hey, we zijn Surinamers, we eten. Nou ja, ik heb ook een hete kip voor je, maar ja, dat is dan wat je wel kent. Dit broodje is Ik ben blij met u. Klasse. Maar is het dan niet duur? Nou ja, ik vind het wel een beetje duur, maar het is wel echt heel lekker. Het is het waard, hè? Ja, het is het waard. Ik zou ook wel uitgeven voor dit broodje. Dank u wel, mevrouw Willy. Graag gedaan. Dank u wel. We hebben leuke kinderen met humor. We zingen veel, we dansen veel. Klinkt gek, maar we doen het wel. Het zijn gewoon ontzettende leuke kinderen hier. De kantine is veelzijdig en erg lekker. Toch is het niet heel goedkoop. Een 7,5. De like race. We zijn weer aangekomen bij het moment waar de pure hype gaat komen. Waar de sensatie, het hele gebeuren. Ben je er een beetje klaar voor? Ja. Zij moet binnen 5 minuten zoveel mogelijk likes op haar school binnenhalen. Dus dat betekent dat ze iedereen moet aanspreken. En rennen, en huilen, en vechten. Alles gaat gebeuren. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, top. Nou, ik ga deze aan jou geven. Deze moet je aantrekken. Ik trek hem ook aan. We gaan ervoor. Ik tel af. 3, 2, 1. We zijn dus voor de leukste school van Amsterdam. Jullie moeten naar Instagram gaan. Er staat een foto op de leukste school. En die moeten jullie even liken. Ik moet zoveel mogelijk likes. Zoveel mogelijk likes binnen 5 minuten. Oké. Moet je even snel doen. Oké, wij gaan verder. Like de laatste foto. Allemaal zo snel mogelijk liken. Nee, leukste school, niet de leukste school. Oh, we gaan fout. We gaan verder. We hebben nog de hele trap. Je moet zoveel mogelijk likes binnen 5 minuten. Ze moeten daar nog een paar hebben. Geweldig, allemaal liken, laten zien. Liken, geweldig. Ah, ik kom eraan. Ja, ook volgen. Alleen van je eigen school liken. Ja, want anders... Hele school, we moeten verder. Oh jeetje, maakt niet uit.
Oké, hier staan we daar ook heel veel mensen. Kunnen jullie alsjeblieft naar leukste school en dan de laatste foto van Hyperion liken? Ja, netjes. Oké, we gaan verder. We moeten nog verder. We hebben zoveel mogelijk likes nodig. Heb je dat gelijk? Ja, maar lop. Hebben hier nog een hele opnames? Ik doe mee aan een wedstrijd, dus we hebben jullie nu nodig. Waarom? Leukste school. Hey. Dat is een malof. Kom er wat even, we gaan hier in de hoek. Hier in de hoek hebben we nog een laatste. Op Instagram liken, laatste foto. Ja, precies op de 5 minuten, heel netjes en keurig gestopt. Hoe denk jij dat het is gegaan? Ik denk wel goed. Hoeveel likes denk je? Ik 50 of zo. Hoeveel is dat geworden? 134. Dat heb je toch hartstikke goed gedaan. Ja oké. Okay. Het Hyperion gaat hartstikke goed. Een hele brede school, hele lange school. En je hebt het hartstikke goed gedaan. Wij gaan lekker verder. En de like race is over. Meer dan 130 likes in 5 minuten. Nina was heel lekker bezig en krijgt een 9. Kijk, daar zitten. Ze weet helemaal niks. Dus dat betekent dat we moeten naar binnen. Maar we gaan wild. Oh, hallo. 9. Het wordt wel spannend. Hij is hier en u zei een 9. Dat is wel echt een hoog eindcijfer. Ja. Staat u daar nog steeds achter? Daar sta ik helemaal achter. Helemaal. Oh. Ik ben benieuwd. Maar wat denkt u dat Nina voor de school heeft betekend? Was zij goed? Ik denk dat Nina superveel voor de school heeft betekend. En volgens mij heeft zij jullie alles laten zien. Wij hebben het eindcijfer hier en... Het is een 8. Het is een 8. Wat vinden we daarvan? Ik vind dat helemaal super. Wat vind jij? Ik vind het mooi, ja. Hè? En past dat bij onze school? Ja, ik vind het zo wel. We gaan hem een mooie plek geven. Wij volgen u. En wij gaan hem hier plaatsen, omdat iedereen hem dan kan zien. Tapeje erbij. En Nina, wat vond jij van deze dag? Ik vond het erg leuk. Hartstikke gezellig. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze video. Jullie moeten nog vooral... abonneren. En... delen. En... liken. Geweldig. Nou, wij gaan er vandoor. Tot de volgende school. Later.